Het is gelukt. Ik heb net mijn eigen schot bedacht. Ja, goed zo. Huh? Hé, daar is Axel. Hey Evans, ik heb nagedacht. Ik doe mee. Huh? Meen je dat echt? Hier komt de draak! Axel Blaze is officieel lid van de Raymond Voetbalclub. Dit is goed nieuws, jongens. Leuk jullie te zien allemaal. Niet te geloven dat hij bij het team zit. Afgelopen met de zorgen. Houd toch op, wij hebben die troll niet nodig. Het Raymond-team heeft mijn superschot al en dat is genoeg. Rustig, Kevin. Waar maak je je druk over? Het is toch geweldig? We hebben nu twee fantastische aanvallers. We zijn nu sterker dan we ooit geweest zijn. Eén spits, zoals ik, is meer dan genoeg. Jij bent wel heel snel over de rooien, of niet, rooien? Beledig je mij, troll? Hi allemaal. Dit moeten jullie echt zien. Wat is het? Een occultwedstrijd, kijk maar. Hoe komen jullie eraan? Van een bron in de journalistenclub, hè? Wat dacht je dan? Het filmpje was vrij uniek, maar toen ik om me heen vroeg, had ik hem zo. Goed gedaan, hoor. Dankjewel, nieuwe manager. Nu kunnen we mooi hun tactiek bestuderen. Huh? Wacht eens. Waarom bewegen de tegenstanders niet? Omdat ze dat niet kunnen. Men zegt dat dat een onderdeel is van hun vreselijke vloek. Vreselijke vloek? Interessant. Ja! De lang verwachte dag is aangebroken. De vriendschappelijke wedstrijd tussen Raymond en Occult Junior High. Er is veel publiek dat de Raymond Eleven wil zien. De ongelofelijke helden die in hun vorige wedstrijd het grote Royal versloegen. Hoe energiek zullen ze in deze wedstrijd te werk gaan? Om daarachter te komen, zullen we de wedstrijd aandachtig volgen. Oh. Axel zit nu blijkbaar officieel bij het team. Nelly, eventjes voor alle duidelijkheid hoor. Maar betaal jij echt ons toegangsgeld voor het voetbalfrontiertoernooi als we deze wedstrijd winnen? Ik trek nooit een belofte in. Weet wel, als je verliest worden jullie zonder meer ontbonden. Ik verlies nooit. Echt nooit. Oh nee, daar zijn ze. Huh? Dat is eng, hè? Als jij het zegt, helemaal. Oké, jongens, zijn we er klaar voor? Daarvoerder? Wat? Ik moet heel nodig plassen. Dat meen je niet, hè? Hallo, ik ben de coach van Occult Junior, Hackle Jide. Dat wordt wat tussen onze teams. Ik verheug me erop. Jij bent Axel Blaze, is het niet? Jouw winnende schot tegen Royal was heel indrukwekkend. Het was beslissend. Nee, het was meer. Het was gewoon fantastisch. Heb vandaag genade met ons. Horis, man. Jullie spelen vandaag niet alleen tegen Blade, oké? Jullie spelen tegen ons allemaal. Wat? Jij hebt een raar gevoel voor humor. Wij spelen deze wedstrijd alleen maar omdat we tegen hem willen spelen. Dat is de reden dat we hier zijn. Hij is de enige interessante speler in het zwakke team van jullie. Jij! Rustig aan, Kevin. Loop Blaze niet voor de voeten vandaag. Meer vraag ik niet van jullie. Ik bijt die gast zijn oor eraf. Relax, Kevin. Als hij een superschot ziet, hoor je hem echt niet meer. Ja. Oké, we hebben zo de aftrap hier. En de Raymond Eleven zijn op volle sterkte voor deze eerste wedstrijd met de topper Axel Blaze. Hun voorhoede neemt het op tegen Occult's aanvoerder Johan Tasman. Nummer 11, Bert Wolf en nummer 10, Troy Moon. Een heel sterk drietal. Goed, hopelijk loopt het goed af vandaag. Het is tijd voor de aftrap. Ga er meteen vol in. Oké, jongens? Ja! Ja! Je komt mij echt niet voorbij. Oké, hier komt hij. Mijn spookschot. Ja! Ja. Dat was geen slechte redding, Mark. Dankjewel. Blijf in positie, jongens. Doe me! Blijf bewegen, jongens.
komt-ie! Yep. Axel! Nee, speel naar mij! Hier! Goed. Dit ga je niet redden, man! Want hier komt mijn... Krakenboeier! Dragonfly's fantastische schot, tolt in de tent! Wat is dat? Zijn die nou drakenpoeier? Ik denk dat hij zijn schot zo noemt, ja. Ja! Oké! Okay. Prachtig schot, Kevin. Binnen 1 minuut scoor jij ons eerste doelpunt al. Vet. 1-0 van Rayman! Wow, wat een grandioos schot! Hij noemt het drakenpoeier. Ja, ik heb duidelijk een ongelofelijke aanleg voor het bedenken van namen. Heb jij hem bedacht dan? Die gasten stellen uiteindelijk helemaal niks voor, hè? We hebben ons voor niks zorgen gemaakt. Kom op, jongens, we gaan ervoor! Ik heb hem! Hier, Kevin! Drakenpoeier! Ja! Dat schot staat niet in de datadeur van Rayman hebben. Oké, tweede call! Cool, man. Volgens mij gaan we dit winnen. Aha. Hoewel ik nogal verrast ben dat jullie naast Blaze nog een aanvaller hebben... moeten jullie losers niet denken dat jullie ons verslagen hebben. Niks daarvan. We gaan jullie omverblazen. Oké, daar gaat-ie. Kom jongens, open de poorten van de hel. Ja! Stop de top en drop de stop en fop de stop en stop de schop. Wat zegt hij nou? Volgens mij staat hij maar wat te mompelen. Daar komen ze. Wat was dat? Ik zie het niet goed meer. Daar komen ze! Timmy, jij neemt nummer 9. Max, jij neemt nummer 11. Goed. Waar gaan jullie heen? Huh? Huh? Wat gebeurt er? Rustig blijven, jongens. Hou jullie ogen op de bal. Is het te laat voor? Geestschot! Stop en stop de schop. Ik kan mijn voeten niet bewegen. Nee, ik ook niet. Daarom heet het ook geestslot. Spookschot! Oh, nee! Wat een fantastisch schot van Desmond! Occult is weer terug in de wedstrijd met 2-1! Dus dat is het geestslot, hè? Wat was dat voor iets? Ze hebben gescoord. Nu is het onze beurt. Wacht, Dragonfly! Er klopt iets niet. We moeten ze eerst bestuderen. Idioot. Ik ga hem er gewoon in rammen. Drakenpoeier! Warpgat. Hoe kan hij nou? Dat heb ik nog nooit eerder gezien. Ik noem het warpgat. Het is een techniek die alle schoten opzuigt. Occult komt er snel uit en schiet de bal naar voren. En daar komt Desmond! Hij neemt hem aan! Wat een counter! Niet weren. Kom op, verdedigen! Daar is het nu te laat voor, jongens. Jullie zijn al lang vervloekt, ben ik bang. Geestslot! Stop de top. Huh? Dit meen je niet. Niet nog een keer. Kom nou, dit is geen vloek, maar gewoon een truc. Nee. Geestslot! Top de top. Ze komen eraan. Waarom kan ik die stomme pijlen niet bewegen? Dat is Occult's derde op rij. Rayman heeft zijn voorsprong gewoon weggegeven. En dat is het rustsignaal. Hoe kan dit gebeuren? Oh, mijn hemel. Het is echt een vloek. Zag het al niet. Ze deden hun best, maar... Ik heb te veel van ze verwacht. Ik voel me belachelijk.
Wat is er met ons gebeurd op het veld? Hoe konden ze ons toch zomaar verlammen? Het is echt waar. Het is een vloek. Kom op, waar zijn jullie bang voor? We hebben nog de hele tweede helft om ze te verslaan. Nee, ik ben te bang. Ik wil niet meer. Ik wil nooit meer spelen. Regels eraan, dude. Ja, het kan echt onmogelijk een vloek zijn. Oh nee? En waarom konden we onze voeten dan niet bewegen? Huh? Geen idee. Maar er zit vast een of andere truc achter. Wacht eens even. Het begon allemaal pas toen hun coach begon te zingzeggen. En daarna begon het hele team zich raar te gedragen, toch? Ja, je hebt gelijk dat ik dat niet heb opgemerkt. Denk je soms dat hij ons betoverd heeft? Misschien, maar daar moeten we in de tweede helft achter zien te komen. Tot dan blijven we pasen naar de spitsen. Dat vergroot onze scoringskansen. Ze staan nog maar één goal voor. We kunnen dit echt nog winnen. Oké. Ik reken op jullie twee. Axel en Kevin. Heel goed, want wij zijn jullie enige kans. En de tweede helft is begonnen. Ja. Hey, wat was dat? Wat doen jullie? Waar is de vlammentornado gebleven? Axel! We winnen niet door dom naar voren te schieten. Nog niet. Het is nog te vroeg. Wat ben jij toch een lafbek? Timmy, naar voren! Huh? Ze hebben hem ingesloten. Hier, komt ie! Kevin! Nee, hè? Hey, mafkees! Huh? Waarom paas je niet naar Axel zoals je vroeg? Hij stond helemaal vrij, idioot! Omdat... Zagen jullie niet dat hij niet schoot toen hij de bal had? Maakt niet uit. Ik scoor wel. Geef de bal gewoon aan mij, begrepen? Nu, Timmy! Hier, Axel! Ben je gek geworden? Pas naar Kevin! Maar dat is zinloos. Kijk dan hoe hij gedekt wordt. En Axel heeft tot nu toe nog geen één schietkans gehad. Idioten. Geef me nu de bal. Even rustig aan, Kevin. Ik probeer iets te bedenken. Prima, dan schiet ik wel voor jou. Nee, niet doen. Wat een sukkels. Ze ruzien nu al zonder dat wij er iets aan hebben gedaan. Oh, wat zijn die gasten nu weer van plan? Oké, kalm blijven. Houd deze maar tegen. Drakenboeier! Alweer? Wat zei ik je? Met dat slappe schot passeer je me echt niet. Dat stop ik met gemak. Noem je mijn drakenboeier een... Een slap schotje? Het wordt tijd, lijkt me. Om er een eind aan te maken. Oké, tref ze maar weer met een geestvlot. Ja, daar komt-ie. Niet weer een geestvlot. Verdedigen, jongens, kom op. Op veldstand met 10 man aan. Heeft Raymond daar een antwoord op? Als we nog een goal tegenkrijgen, wordt het moeilijk terug in de wedstrijd te komen. En verliezen we, dan doen we niet meer mee met het voetbalfrontiertoernooi. Ik moet ze stoppen. Hoe dan ook. Hier komt het geestslot. Doe iets, Mark. Stop de schop. Denk je soms dat hij ons betoverd heeft? Dat zing zeggen. Stop de top en drop de stop en... Fok de stop en stop. Stop de schop, stop de top en drop de stop. En fok de stop en stop de schop. Stop, stop. Oké, ik snap hem al. Stop de schop. Het is afgelopen. Ik kan bewegen, maar ik kom nooit op tijd. Het wordt een vuurbalknokkel. Hoe kan dat? Evans. Oeh, wat een redding van Evans. Hij stopt het onhoudbare spookschot. Hoe deed je dat? Met mijn vuurbalknokkel. Cool, hè?
Nee, hij bedoelt, hoe kan jij ineens wel bewegen? Ja, maar wacht eens even. Hoe kon jij bewegen? Jij bewoog ook, hoor. Doordat ik het geheim van het G-slot heb ontdekt. Een steeds wisselende formatie bracht ons in de war. En terwijl onze hersens het probeerden te begrijpen, zei hun coach ons zonder dat we het wisten te stoppen. Oftewel, zowel onze ogen als oren werden gehypnotiseerd en werkten ons tegen. En dus, oftewel, zijn zingzeggen onderwierp het team aan een sortiment van dubbele hypnose. Dat is het geheim achter het geestslot. Dubbele hypnose? Oh, en daarom riep Mark opeens bla 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 break. Ja, dat deed hij om het zingzeggen te doorbreken. Dus het was toch wel een soort van simpele truc? Ja, heel simpel. Hun coach verborgen het door ons boos te maken en te zorgen dat we onze kalmte verloren. Dus je bedoelt dat het helemaal geen vloek was? Jullie hebben ons geheim ontdekt. Laat maar, het is toch te laat. Het is nergens te laat voor, want nu gaan wij pas echt goed los. Pas de bal naar voren! Ja, maar Avond, het Kevin-schot is toch... Kom op, geloof in hem, oké? Passen! Hun coach had gelijk. We zijn nog een zwak team. Maar als wij onze krachten niet bundelen en samenwerken, worden we nooit sterker. En dat is zeker. Wij verdedigen, jullie vormen de brug tussen ons en zij maken de aanval af. En daarom zijn de gescoorde goals door ons allemaal gescoord. Ja, door ons allemaal? Precies, er tegenaan. Jongens, naar voren. Hier zo, Kevin. Ja. Van kans. Jullie hebben geen schijn van kans. Met hem in het goal zijn we onverslaanbaar. Dus dat is er aan de hand. Kijk niet naar zijn handen. Dat is ook hypnose. Neemt je uit je evenwicht en maakt je schot veel slapper. Echt? Probeer je daarachter te komen. Hij is zo goed als ze zeggen. Vergeleken met hem ben ik niks. Niks! Jouw schot passeert mij niet. Blaze! Drakenboeier! Waar schiet je nou op? Dat was geen schot, maar een paas! Lammetornado! Superschot heeft de doelman met ballen al tegen de net geramd. En nu heeft Raymond de score gelijk getrokken. Wat? Dat is onmogelijk. Drakenboeier en... Axel's vlammetornado. Die bij elkaar? Heel goed. Uit de lucht schieten voorkomt dat de schutter naar de handen van de doelman kijkt. En drakenboeier gecombineerd met vlammetornado, dat wordt... een volkomen ongelooflijk onhoudbaar schot. Wat een fantastisch goed teamwork. Laten we deze techniek de Drakentornado noemen. Hij heeft alweer een naam bedacht. Waar ga jij naartoe? Wil je het einde niet zien? Dat was het einde. Die gasten worden steeds interessanter. En dat was het laatste fluitsignaal! 4-3! Raymond heeft met 1 goal verschil van Occult gewonnen in een sensationele wedstrijd. Je hebt weer geluk gehad. We hebben gewonnen. Niet te geloven dat we gewonnen hebben. Yeah. Goed gedaan, jongens. Ik ben trots op jullie alle twee. Jullie Drakentornado heeft ons een hele belangrijke les geleerd vandaag. Wat we niet alleen kunnen, doen we door onze krachten te bundelen. Dat noemen we synergie. Maar ik sta mijn topscorertitel niet aan jou af, oké? Oké, dit betekent dat we meedoen met het voetbalfrontier! Ja!
Yuka. Ongelooflijk. Raymond heeft occult verslagen. Wat? Meen je dat echt? Fantastisch! We gaan naar het voetbalfrontiertoernooi. Maar om door de eerste ronde heen te komen, zullen we een nieuwe techniek nodig hebben. Wat? Heeft opa nog een notitieboekje achtergelaten? Echt waar? Dus als we dat lezen, weten we de techniek die we nodig hebben? In de volgende aflevering van Inazuma 11. Waar is het geheime boek? Dit is niet normaal meer!